De burgemeester Yves de Zwane, Volle Christi, even van Akker gehuldigd vandaag in Zaffelaar. Ja, absoluut. Dat was het minste dat we konden doen natuurlijk. We hebben ook eigenlijk niet lang moeten twijfelen. Vanuit de bevolking kwamen zodanig veel verzoeken naar. En vanuit het gemeentebestuur hadden we ook onmiddellijk het idee opgevat van kijk, van zodra dat ze terug is in Zaffelaar, moeten we Evi, die toch een kind van Zaffelaar is, hier geboren en getogen, die moeten we huldigen. Dat kan niet anders. Massa mensen hier vanavond aanwezig. Had hij dat een beetje zelf verwacht? Wel, ik had wel verwacht dat er veel volk ging zijn. Je kunt het op 100 na, kunt het niet schatten hoeveel volk er hier was. Maar het leeft. Bijkomend uiteraard nog eens het wedervaren, zal ik maar zeggen, van Gijs van Hoeken daarbij. Die toch ook heel mooie prestatie. Het was zijn eerste deelname aan de Olympische Spelen. Oké, we kennen de omstandigheden waarmee dan spijtig genoeg het nieuws gehaald heeft. Blijf dat betreuren. Maar goed, ja, kijk aan hem nu. En aan ons om hem te ondersteunen. 3 medailles voor België en eentje voor Zaffelaar, jouw gemeente, jouw deelgemeente. Vandaag hoor ik zeggen, deelgemeente is Le Christen nu, Zaffelaar hoofdgemeente. Ja, inderdaad. Vroeger was Zaffelaar gekend van de Willys en de Mariette. En de rattenschieting en het Sierteeltmuseum, dat blijft uiteraard allemaal. Maar ik denk dat wij de impact van zo'n sportfiguur, want dat is het toch uiteindelijk wel, een sportfiguur, en dat zal nu ook evolueren naar een mediafiguur, denk ik. Dat we die impact niet mogen onderschatten. Ben je een beetje sporter van zeilen? Nee, ik mag niet zeggen dat ik een kenner ben. Absoluut niet. Hè. We hebben met belangstelling de race gevolgd. Maar laat ons eerlijk zijn. Het is niet zo eenvoudig blijkbaar ook om in beeld te brengen. Dus als leek die wedstrijd. Maar waar iedereen het wel van overtuigd was, is dat het een zeer spannende wedstrijd was. Hè. Het was zeer sterk gestart. Tweede na de Chinese. Dan een paar plaatsen blijkbaar verloren. En zij moest binnen de eerste 3 eindigen. Het waren natuurlijk dat de Ierse, de Nederlandse en de Chinese verder achterop zouden gelegen hebben. Maar dat was niet het geval. Ze lagen met 4 zeer dicht bij elkaar. En dat is uiteindelijk ook in de eindrangschikking gebleken dat ze aan elkaar gewaagd waren. Wat zei ze tegen jou, bijvoorbeeld, vanavond? De eerste woord? Amai, zoveel volk. Ja, dat is zo. Ik denk niet dat zij zich daaraan verwacht had. In de Kerkstraat, alleen al bij de thuiskomst. Het ouderlijk huis en met de oma's. Was ook leuk. Een leuk moment met de 2 oma's. Oma de Wilde en oma Van Akker. En dan met de limousine, de open wagen, de decapotabel richting sporthal. Fanfare op kop. Eigenlijk Vlaanderen op zijn best. Hè. Alle ingrediënten waren er om... Een bal populair van te maken. Blijf je nog een beetje hangen met haar vanavond, bijvoorbeeld? Een vriend is erbij. Ik denk dat Davy nu al alle rust kan gebruiken. Vermoedelijk is er een zeer lange dag op zitten, gisteren de slotceremonie. Dus ik denk dat alle rust daar nu al gegund is. Ja, jou ook. Bedankt, Yves. Nee, graag gedaan, Willy.